een ondernemen, een bedrijfsvoering, heeft altijd een risico in zich, ja. Maar het komt erop aan om dat risico 1. Goed te kennen, 2. Te beperken en niet verder te gaan dan de limieten die je bepaalt. Maar ondernemen zonder risico bestaat niet, ja. En een voetbalclub besturen zonder risico bestaat ook niet, ja. Maar je schat dat ook wel in. Je moet jezelf toch een 80% kans geven, 85% kans geven dat je dat risico had kunnen afdekken. Hè. Zo is het voortdurend geweest in de opbouw ook van de Witte Morel en de Hudson nu. Zo zie ik de succesvolle ondernemers altijd een met risico's omgaan, maar altijd op een wijze dat het goed ingedekt is. En daarvoor hebben ze methodes ontwikkeld. En om de processen die dat risico sturen goed te beheersen. En is het ook belangrijk van de juiste mensen aan te werven en met een heel goed team omringd te zijn om dat gebeuren van risico's en afdekking goed te sturen. Hetzelfde voor het voetbal. Uiteraard moet je risico's nemen. Je moet een aantal spelers die meer van meerwaarde zijn durven aantrekken. Maar tegelijkertijd moet je zien dat je niet buiten je financiële limieten gaat, want dan ben je niet meer in de risicozone, maar dan ben je in de gevarenzone. Ja. Dus dat gaat over spelers, dat gaat over infrastructuur. Ja, als wij een paar jaar geleden, bijna 10 jaar geleden, het idee opgebouwd hebben om een nieuw stadion te realiseren, ja, dan denk ik dat was een risico, hè, want de club heeft daar toch behoorlijk zelf ook moeten in meegaan. Ik denk dat alle partijen die daarin fundamenteel belangrijk geweest zijn, allemaal een risico genomen hebben. De stad heeft een risico genomen, wij als club hebben een risico genomen en ook Geramco, die dus de bouwontwikkelaar is geweest en nog heel sterk ons helpt, dat die drie spelers allemaal een risico genomen hebben, maar allemaal goed afgeleid, zodanig dat het stadion er nu staat en dat alle partijen eigenlijk op een win-situatie kunnen terugkeren. Hè. De stad heeft er toch wel een gigantische stadsmarketing kunnen opbouwen. Wij als club hebben natuurlijk een geweldige nieuwe home, een nieuwe home ground, waardoor we eigenlijk het aantal toeschouwers kunnen verdubbelen. Dat is dus een win. En ik denk dat ook de promotor, ontwikkelaar, een win heeft gerealiseerd. En dat hij op 1 jaar tijd een reputatie en een naambekendheid in België en daar ver buiten heeft verworven, die je niet zou gehad hebben zonder de bouw van dat stadion. Dat is dus een win-win situatie voor iedereen.